Zo, ik ben nu aangekomen bij Top Speed. En nou wil ik jullie eens wat laten zien. En dan gaan mensen wel eens klagen over hoe ik motoren ophoud. Nou, met de bus. Kijk, zo doen ze dat in Dubai. Mega roe, hou dat. Zo. Alle olie. Speed, nee, ik heb langer niet. Alle olie, kijk. Daar liggen de blokonderdelen. Kijk, hier geven ze een buis en gozer op. Die geven je 100 dirham, is 20 euro. En dan brengt hij je motor naar de motorzaak. Maar ja. Heel de bodem ligt helemaal vol met olie. Dus daar hebben ze waarschijnlijk een beun aan wat aan geprobeerd te doen. En dat is niet gelukt. En dan hebben ze hem hier gebracht. Zoals je ziet, hebben ze hier ook genoeg werk. En dat vind ik hartstikke goed. En dan ben ik tussen al die Hayabusa's ben ik met de Goldwing. Dus ik ga nou ook even praten of ik. Kijk, want ze hebben banden. Zo kan ik mijn motor ook binnenkort even in orde maken. En daar heb ik wel zin in, want kijk, niet om slecht te praten over Honda Goldwing. Dat rijdt echt heerlijk. Kijk, echt een schip op wielen. Het rijdt heerlijk. Maar ik zou het toch ook wel fijn vinden om weer even op een Busa te rijden. Ik moet zeggen, ik ga eens even de eerste foto kijken die ik heb gemaakt. Maar ik denk wel dat ik wel kilometertjes heb gemaakt op dat ding. Nou, gaan we zo eens even binnen kijken wat ze binnen aan het doen zijn. Kijk, wat ik denk, gaan we nog even filmen. Wat ik wel eerlijk moet zijn, moet kijken. Vele handen maken lichtwerk. Het voordeel is, als je 10 man hebt, dan heb iedereen zijn taak. En ja, dat gaat een stuk makkelijker. Aangezien ik het afgelopen jaar alles in mijn eentje heb gedaan. En dan hier ziet hoe ze dat met een groep doen. Kijk, binnen staat ook helemaal vol. Net als bij mij, allemaal klantmotoren. Hoe groter de zaak is, hoe meer motoren je hebt staan. Dus gelukkig ga ik dat dit jaar veranderen. Nou, dat gaat bij mij niet meer gebeuren. Ik ga alleen nog mijn werk neerzetten wat ik afmaak en dan het volgende. Als ik überhaupt nog ga sleutelen. Tenminste, ik ga wel een beetje sleutelen, maar het ligt eraan voor wie. Nou, ik ben benieuwd. Ik wou zeggen, dit gaat hem niet worden zo. Maar wat ze dan doen. Kijk, een paar balkjes eronder. Nou, dan moet het lukken. Kijk, en dat vinden ze volgens mij niet zo leuk. Ik weet niet hoe die dat gaat doen, maar... No. I tell them. I do it by myself. Always I do it by myself. And here they have a lot of guys to take the bikes out. No, I will make a video at my shop and I will show you. Sometimes it's like the same. How many guys you need to take a Hayabusa from a pickup? Another one. I didn't want to interfere with it, but I just want to tell them, just pull the front. Before I didn't have like a ramp or anything, so I take it also out of my van. But nobody filmed it, luckily. But when I'm back home, I will make a video for you. Sometimes we have also this problem, but then we are with two people. See, it worked perfect. Yeah, but also the complete floor is covered with oil, so I don't know where it comes from, but so it works perfectly.
Goedemiddag. Nou, ik kom net van Emirates Action, daar mocht je laten filmen. Dus nu ben ik even hier bij de Street Fighter. Dat zijn diezelfde gasten die ook op het evenement zijn, druk bezig zijn motor aan het bouwen. En dan ga ik gewoon hier een beetje even een filmpje maken. Om jullie even te laten zien wat ze hier hebben staan. Nou, deze heb ik toen vorig jaar gemaakt. Een Hayabusa. En ik zag een echt een lowrider staan. Met hydraulisch, wat is het, hydrauliek erin. Kijk eens even wat een apparaat. Maar dan kom ik bij deze aan. Deze, dit vind ik echt een gaaf bak. Dit is echt een mooie wagen. Eens even kijken hoor. Mooie velgjes. Helaas ken ik daar niet mijn Hayabusa in kwijt met die lange achterbrug. Maar laat eens even weten wat jullie hiervan vinden, want oh, dit vind ik echt een mooie bak. Even kijken wat voor informatie er staat. Hij komt van een veiling. 5,3 liter. Dus deze is op een veiling gekocht zonder reserve. Dus, en dan deze. Hier staat een intruder. En dan zijn ze hier met de Victory bezig. Dus ja, dit was mijn bezoekje aan de Street Fighter. Ze noemen het Street Fighter Garage in Dubai. Dus ja, dan gaan we eens even verder. Kijken wat we nog meer voor mooie beelden kunnen schieten om jullie hier te laten, tenminste laten zien wat hier allemaal gebeurt. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben nu in een andere shop. En ik begon in de showroom, maar laat ik maar eens van achteren beginnen. Dan ga ik jullie eens even laten zien hoe de winkels en de shops hier aan toe gaan. En maakt niet uit wat voor land het is, het is overal hetzelfde. Helemaal vol. Hoe groter de ruimte, hoe meer motoren er staan. Dan kom ik dit nog tegen. Hier wel een bizarre motor. En zoals je ziet, ja, daar staat dan een Honda. Toevallig geloof ik KTM. En de rest is bijna allemaal Suzuki. Hayabusa. Hayabusa, Suzuki, Hayabusa, Hayabusa, Hayabusa. En natuurlijk de Goldwings. Die zie je er ook genoeg van. Dit is een beetje dezelfde volgens mij als waar. Nee, dit is een wat oudere. Ja, ik ben er niet in thuis hoor, met die Goldwings. En daar heb je, wat is dit? Een 657 Stunter. En ze zijn hier gek op die extensions. Dus, maar daar zal verandering in komen. Dit is een R1 geloof ik, of R6. Dus ja, alleen maar Hayabusa, Hayabusa, Hayabusa. Dus ik heb net even gesproken met de manager of ik even een filmpje mag maken. En ja, ze zijn zoals je ziet niet met custom projecten bezig. Ze zijn alleen bezig met onderhoud. En zoals je hier ziet, tenminste zoals ik denk dat het is. Ja, dat is een blok van een Goldwing. En zoals je ziet heel veel chrome onderdeeltjes en tierenlantijntjes. Ja, daar houden ze hier echt van. Dus ook wel een mooi kleurtje. Goldwing, Goldwing. Allemaal Goldwings. En er staat hier nog een Hayabusa in de kleur Nardo Grey. Met een dikke lachgasfles erop. Zo ja, dit is de werkplaats. En ja, jullie voelen het niet, maar ik voel gelukkig, ze hebben hier airco. Ik kom wel eens in werkplaatsen, daar hebben ze geen airco. En ook ja... Bruggen, liften, dat hebben ze hier niet. De jongens die werken graag op de grond. Nou, om eerlijk te zijn, dat doe ik niet meer. Geef mij maar gewoon een lift, dan gaat het een stuk sneller. Nou, dan gaan we zo even naar de showroom. Nou, de naam van deze shop is Bikerzone. En overal waar je ziet,
hebben ze accessoires. En van die dophelmpjes. En voornamelijk accessoires voor de Goldwing en de Hayabusa. Dat zijn de motoren die ze momenteel hebben staan. Yamaha FZ8. Yamaha R1. Repsol, CBR1000. En een 750. En hier ook nog een 750. En daar een Goldwing. Dus ja, dus zo nu en dan zie je wel eens aparte motoren. Deze zijn volgens mij allemaal te koop. En ja, dan kun je zeggen, er staat geen Suzuki. Nee, dat komt vaak als ze hier een Hayabusa te koop hebben. Dan is ze heel snel verkocht. Dus ja, dit is de showroom van Bikerzone. En aangezien jullie mij dat vroegen van, joh Ben, maak eens wat filmpjes van een paar motorwinkels. Nou, jullie vragen, ik film. En dan heb je hier nog een hele muur vol. Ik moet zeggen, veel Chinese dingen. Daar ben ik niet echt een fan van. Maar ja, hier hebben ze geen verstand van kwaliteit. En, dus ja, als het maar goedkoop is, denken ze. Maar dan komen ze meestal op een harde manier achter. En ik moet zeggen, in Nederland verkoop ik zulke dingen niet, want ik heb geen zin om daar verantwoordelijk voor te zijn. Dus ja, dit is een kijkje in Bikerzone. En laat even weten wat jullie ervan vinden. En dan ga ik eens even kijken of er nog meer bikeshops zijn.